Nederlanders stoppen hun rugzakken vol wanneer ze een dagje uitgaan. Alles om de kosten te besparen. Wat neem jij mee in je rugzak? Ik neem inderdaad ook mijn eten en drinken mee. Ja, sowieso mijn oplader. Maar ik heb het echt over een pretpark. Dus als ik een pretpark, ja sowieso. Ja, dan stiekem toch nog ergens proberen op te laden. Want je wil natuurlijk wel, het is nu al een tijd dat je echt bezig bent met WhatsApp en alles. En de helft van je familie raak je altijd kwijt in het park. Ik neem meestal voor één keer koffie mee, een bakje koffie. Prettig als we aankomen. Even oriënteren. En een broodje. Mijn portemonnee neem ik mee. Wat versnaperingen. En voor de rest ter plaatse een patatje en een boterham en een broodje of wat dan ook. En waarom koopt u eten en drinken niet op locatie? Ja, ik vind het eigenlijk veel te duur. Nou, het hangt er vanaf. Dus vandaag ook. Mijn andere neefje zei even met mijn moeder is dan even een ijsje eten. Dus het hangt er ook een beetje vanaf waar we ook naartoe gaan. Het heeft allemaal hiermee te maken. Ik denk dat dat te maken heeft met de cultuur. Van thuis af gewoon geleerd van mijn ouders. Gewoon meenemen, thuis inpakken, voorbereid gaan. Omdat het toch al zo duur is allemaal, denk ik. Ja. Als het te doen is, zou ik het daar gewoon kopen. Maar als het nog steeds te duur is en ik kom goedkoper uit ergens anders, dan blijf ik ergens anders kopen. Denk je dat dat gierig is? Is dat gierig van ons? Nee, dat is het slim nadenken. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Alleen, ik denk wel dat we nadenken over wat we uitgeven. Nee, vind ik niet hoor. Ja, ja toch wel. Ja, wij denken daar best wel aan. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus mensen zijn toch wat zuiniger geworden. Nou, dat geloof ik niet. Nee, we zijn niet gierig.